Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, zo SAVO, zichtbaarder te maken in de samenleving. Het opvijzelen van de dienstverlening is één daarvan. Zo SAVO-minister André Misikaba was onlangs in het Boven-Suriname-gebied en heeft kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de dienstverlening in dit gebied. Volgens de bewindsman viel het gelijk op dat er in een gebied met ruim 20.000 inwoners geen vertegenwoordiging is van het ministerie. Hierin wil het ministerie spoedig een verandering brengen. Eind van dit jaar komt er een wijkkantoor van SOSAVO op Atjoni. En ik heb de mensen aangegeven dat het wordt geen symbolisch kantoor wordt. Het is de bedoeling dat het kantoor alle diensten van SOSAVO, uiteraard in tijd, we gaan het rustig opbouwen. Maar in tijd zal dat kantoor alle diensten van SOSAVO die hier in de stad worden gegeven, dat die ook daar te vinden zullen zijn. Onlangs was de minister samen met een team in Boven Suriname. Minister Misikaba deed dit om onder andere zaken het ministerie rakende op te nemen en aan de andere kant na te gaan hoe het profiel van SOSAVO in het gebied wordt overgebracht. Ook wilde de minister persoonlijk weten hoe de betaling van de algemene kinderbijslag in Boven Suriname plaatsvindt. Volgens de minister had de betaling van de AKB-uitkering een goed verloop. Daarnaast is er ook aandacht besteed aan de mensen met een beperking in Boven Suriname. De SOSAVO-minister is van mening dat er nog werk aan de winkel is om de registratie van mensen met een verstandelijke beperking op de juiste manier te laten geschieden. Hij legde uit hoe de samenwerking met overige actoren kan resulteren in meer voordelen en efficiëntie voor de overheidsadministratie. De mensen die een zichtbare beperking hebben, bijvoorbeeld als iemand komt en die persoon kreupel is, dan is dat duidelijk, dat is zichtbaar. Hebben we aangegeven dat binnen de procedure om te komen aan die voorziening, dat er geen doktersverklaring nodig is in die gevallen. Maar wanneer iemand komt en de persoon zegt, me vier zwakkie in misking en daardoor kan ik niet werken, dan geloof ik je, of ik wil je geloven. Maar de dokter, een specialist, zou dat op papier moeten zetten voor me. En bij die doktersverklaringen die we hebben gezien, zijn niet allemaal even duidelijk. Waardoor de beoordeling in welke categorie de persoon te plaatsen toch wel wat discussies teweeg heeft gebracht tussen aan de ene kant de ambtenaren van SOSAVO en aan de andere kant de mensen die komen voor de voorziening. Dus op dat stuk hebben we wat werk. Ik ben in contact met de medische zending, want u weet in het binnenland is het de medische zending die daar opereert en dus de meeste verklaringen geven. Ik ben on speaking terms met hun om te kijken hoe wij de verklaringen kunnen aanscherpen, zodat de ambtenaren hun werk beter kunnen doen. Minister Misikaba haalde vandaag ook aan te willen werken aan duidelijke structurering van het ministerie, de verhuizing van het hoofdkantoor en de rechtsposities van de ambtenaren. Later in de week krijgt u een exclusief vraaggesprek met minister André Misikaba via de Nationale Zender.